Hey everybody, welcome to another episode, or the second episode of the Village Guy TVG TV. What we do here is we just take topics happening in Paarl and discuss it on a video platform. And last week we started with the first episode of rugby. Why we started with rugby is that it happens every Saturday, the season starting towards the end of the month. And we just thought it's a good idea to share the information of the scores going, feature some of the teams, and get to find out more about the local rugby on a Saturday morning at Al Yosafat. Of course, I have my rugby correspondent here, Dean Apollos. And Dean is the rugby guy, so he's the guy that gives us all the inside information. But before we start with the episode, I just want to congratulate this guy, Kurt Lee Arendse. He got called up to the Sevens in Canada. They're playing this weekend, or they're playing today. And congratulations to him. It's really a dream come true. If I ever wanted to play for the Springboks one day, and it's a privilege to join the boys and here in Vancouver. Yeah, it was a very special moment for me. The most important thing for me is just to bring the vibe and the energy for the guys that's playing. And it doesn't matter if I get the chance to play, but the most important thing is to get the vibe and the energy and let the boys play. Yeah, I've learned a lot in Dubai and in South America, and yeah, I'm just continue learning, and that's important for me. Yeah. And then secondly, also congratulations to Clint Hendricks, that also came third today in the Cape Town Cycle Tour. So that's also, Paarl people are making it happen abroad and locally. So Dean, hoe gaat het eigenlijk? Ja, we gaan goed met jou. Oké, ja, kan niet klaar niet. Zo, hoe zit het? Naar ik voor rugby. Is het? Yes, maar ik denk als niet één friendly laatst. Hij was eigenlijk een groot één geweest. Verder het dit wat oorspronkelijke mensen kan gekeken. Het. Anne was een beetje buitenkant in Peru, zoals Wellington, Franshoek en als het Woester geweest. Zo, daar was een paar. Was hij een goede naam voor Peru als rugby niet? Oké. As Peru's spannen niet, maar verder aan, die mannen, ik geloof die mannen zou verbeteren op wat hulle gaan doen het, die naam ik. So wat is die ook nog friendlies? Dat is ook nog friendlies, ja. Ja, maar die friendlies, as moest actually net om te toetsen, combinaties en zo. Okay. Het gaan wel win, maar mannen dan kijk ik hoe doen die span in ziekere mannen, waar passen hulle in, en wat de posities. So. En is het first team en second team speel? Of? First team en second team, ja. Okay, gister het onder toen als met people dit ook gespeeld. Alright, nice. So, dus wat was lekker, de naweek was het voor rugby. Ik het vrijdag begin bij sport, naweek ik begin bij gymnasium, waar om New Orleans in Paulus als oorspronkelijke school het in gymnasium gespeeld. Oké. Okay. Maar die school is daar was een beetje vernederend voor die plaatselijke scholen. Alright. Orleans A-span het in gymnasium se C-span gespeeld, in Paulus A-span het in gymnasium se E-span gespeeld. Oké. Okay. Ja, dat het was as Orleans A-span het goed gedoen, okay. Maar gymnasium is soos almal ken as een van die beste skole in die land. Ja. Yeah. So ons kan nie verwag dat Orleans se mas team kan opkom teen gymnasium en so. Ja. Yeah. Wat was dit? Wat is 'n groot skool of wat? Ja, okay. Gymnasium is baie groot skools. Okay, los maar die skools. Los maar die skools, ja, is fijn. Solange die mannen net volle geniet het op die veld. Yeah. So, okay, so, daar is nou schoolboy rugby nou ook op begin. Daar is season, het moes ook op begin. En nou het ons moes ons local teams. Ja, die naweekse rugby, die friendlies was afgeskop. Rubberstones het in Young Hamiltons en Worcester gespeeld. Okay. Die score daar was 29-34 en Newtons het gespeeld in Young Stennets op Newtonse veld. Newtons is bekend as Bombellas. Newton Wellington? Yes, okay. Yes. Okay. Newtons het vir Stennets gewin 14-12 okay. En daar was het die groot local derby gewees, Peoples en Albions. Die rede hoekom ek sê is groot local derby, van destijds toe Albions in die Super League B gespeeld het. Dan het hulle altijd op die hoofveld en op die dag gespeeld, die hoofpaviljoen. En dat was ook een van die groot derbies die tijd. So dat is ook om ek nou nog sê, het kan maar
People's kan maar Super League B speel. I mean, ja, ben speelde sterk, maar het was destijds een groot dag. Ik ben zo 10 jaar terug. Je hebt Jabins ook daarboven gespeeld. Wauw, oké, ik zou weten. En dat was op Evergreen gespeeld, hè? Yes, op Evergreen gespeeld. Hoe was hij? Was daar zo? Yes, ik was daar. Die vibe was lekker. Ze zijn misschien toeschouwers. Ze staan achter ons span, no matter what. Nice. En die telling daar was gelijk op 19-19. Aan het begin was het een beetje mannen in elkaar gegrip en zo. Die game is daar aan de gang gekomen. Maar tweede helft was het lekker halen rugby, die mannen elkaar zo spoed getoetst en zo. Right. Maar het was lekker om te kijken, en ik zie voor uit om die rugby te kijken van al twee spannen die jaar. Ja, ben ze lekker als span gerekend te worden die jaar in die streek. Die hulle voorzet is baie groot en die mannen is lekker physical, zo. Okay. Lekker. En was daar enige uitblinkers in die team? Ja, die oude Bolander, Alvin Hugo. Yes. Hij heeft binnencentrum gespeeld voor Jabins en die man heeft een paar steekloopjes geloopt. Nice. En bij People's was ook een hele paar uitblinkers, die jongspannetjes. En als Mani, alle noemen ze Mani, fullback gespeeld voor People's. Okay. Destijds gespeeld, hij werd bij Evergreens gespeeld en weer teruggekomen naar People's. Okay. Toe. Maar dat is ervaring koopt zijn emotie. Ja, en hij man heeft een paar jong mannen geweest, hij kan nog een beetje achterop. Alles die mannen om te talken voor de season. En als het Blues, het in Frans ook gespeeld in Dinnig hier, waar Blues als oorwinnaars geweest het, 45, 14. En als het Violets, wat baie ver getreffeld het, net een beetje oor die B getreffeld het, tien Young Hamiltons. Was dat Young Hamiltons? In Worcester. Alright, cool. Oh, so dat is twee spannen wat in Worcester gespeeld het. Of was het niet dat ene? Dat is niet dat ene. Okay. Als Violets wat in als Violets in Young Hamiltons, in Young Hamiltons het Violets heb ik even neder daar met 44-7. Is hulle in diezelfde, wat de league is Young Hamiltons dan? Young Hamiltons is in Boland. Oké, okay, perfect. Alright, got you. En als het Gardens wat in die Visser, in die Vissermannen gaan spelen, daar onder in Weskus. Die Paternoster in die score was 24-10 geweest. Zo was hij een goede naam, ik zei, het was een goede naam voor spelerspannen. Okay. Maar ik geloof aan die mannen zal met mas opkomen in de toekomst. Oké, perfect. Er was Gold Cup ook geweest, dat is een Worcester Villages en een Popo. Oké. Okay. Dat is een van de groot wat roos is en altijd, maar Worcester Villages ligt goed. Goed. En Gold Cup is bij een groot in Zuid-Afrika. Okay. Als Ali klaps, zoals Poland liggen klaps, en als het spannen van oorals in die land wat in elkaar speelt, en die naweek het hulle op Willepark gespeeld, Worcester Villages. Nice. Ja, so daar is al die leuke rugby, maar ik zie dat was super rugby, Lions. Stil op storm is niet gespeeld, nie? Nee, was af naweek. Okay, perfect. Wat was die scores van die? Die Lions het oorwinnaars as oor die Jaguars was 47-39 en die Bulle en die Sharks was 'n tough game. Baie tough game. Die Bulle, die land, stiek definitief hulle aan toe vir die jaar, vir die titel, vir die Super Rugby. Okay. Die groot verrassing wat ek gesien het by die Bulle was, het is nooit out of man of the Mr. WC. As Kalk Brits was as man of the 36 jaar, as Kalk Brits. En die Sharks, wat is hy score? Die score van die Sharks en die Bulle was 37-14. Ja, maar die game was nie actually soos die score predictie, maar die game was lekker tough. Alright. Want ik heb gezien als nog als klomp mensen van die Perel en die Bulle team en die Sharks team. Die Sharks. Ik kan niet zeggen, die Sharks is een van mijn favorites, maar ik like the way hulle speel. Ja. Maar als na twee naweke achter elkaar ongelukkig. Zoals laatste week in die storm. Soedien, wat gebeur aan die naweke? Is daar nog vriendelies van die season? Wanneer het jy gesê die season begin eerst? Die derde april. Oké, kos dan twee weke oor. Twee weke oor. Is die rugby spelers hulle besig nou met hulle off-season training? Off-season, ja, so speel die naweek. Ek gehoor hulle is besig met 'n oefenkamp. Okay. Ja, en die manne, ek dink dis die laaste friendly, meestal sekere klubs om vir hulle voor te ry by die seisoen. Maar in die naweek is dit dinge memorial game vir Ryan Corollison wat oorlede is. Oh, yes, A maand terug. Ja. Yeah. As Blues en Vineyards iets goed wat hulle doen. Van hy was 'n coach by Blues gewees. Okay, so it's like a memorial match Memorial match. So it's all really nice vir die mense om uit te kom. Hy was 'n gesiende man in die Perel, net by rugby en by cricket. Okay, nice. So
sal ek wees om die mense daar te sien en lekker te ondersteun. Ja. Okay, kwai. So so wat is die final scores vir die einde? Dynamic was het Rubber Stones en Hillcrest. Hillcrest was oorwinnaars teen Rubber Stones met 34-29. En dan is het Newtons teen Youngstown waar die Bombellas 14-12 gewen het. En dan was het Peoples teen Albions en die score was gelijk op daar met 19-19. En dan was het Blues La Perle met 45-14 oor Denegier. En dan is het Violets teen Young Hamiltons waar Young Hamiltons vir Violets verneder het met 44-7. En dan was het Gardens wat in die Vosmanne gespeel het van Paternoster en dit was 24-10 gewees. Ja, dis oké. Okay. So volgende week het ons mos 'n special guest wat jy as 'n secret mos jy gaan ons ons gaan so bly maar ingeskakel. kyk maar wie sien Eregas volgende week. Okay. Sien uit daarna. Alright. Thanks guys.